Afgelopen weekend gebeurde het bij de wedstrijd Volkel 5, Forstenbosse Boys 6. Het zijn vaak de lagere afdelingen waar geknokt wordt. Een vechtpartij die helemaal niks meer met voetbal te maken had. 20 mensen met elkaar op de vuist. Vaak gaat het over supportersgeweld in het betaald voetbal. Maar ook binnen en net buiten de lijntjes van het amateurvoetbal kunnen ze er wat van. Jan van Erp die probeert in elk geval de jeugd aan te pakken. Kunnen jullie dit soort dingen voorkomen? Dat mensen met elkaar op de vuist gaan? En hoe doe je dat dan? Ja. Voorkomen. Wij doen daar een poging in. We hebben een naast de veiligheidsanalyse, dat is ons basisproduct, zeg maar. Hè. En daarnaast hebben wij ook een agressieregulatietraining hebben wij ontwikkeld. Kijk. En dat is eigenlijk een hele geschikte training voor elftallen, voor risico-elftallen noemen wij dat, die regelmatig incidenten veroorzaken. En dat is een hele intensieve training die spelers met elkaar aangaan en met de trainer daarbij. Maar dan neem je een heel elftal in training? Ja. Ja, het is eigenlijk zie het als een sociale vaardigheidstraining, maar dan met name bedoeld om alternatief gedrag te leren in plaats van de agressie. Maar wil zo'n elf dat dan wel? Dat zijn dat vaak de lui die zeggen, ik zoek het zelf wel uit, toch? Ja, men wil het graag. Ja, men wil het graag. Dat is, voor ons was dat ook prettig om te ervaren. Je ziet dat die jongens, die vormen samen een team en die willen presteren. Worden vaak door uitgedaagd en maken van alles mee. Hebben korte lontjes in het team erbij. En ook de andere spelers in zo'n team weten dan niet goed hoe ze die korte lontjes daarbij moeten begeleiden. Maar die komen echt, meneer Van Erp, ik word altijd zo boos in het veld en daar wil ik vanaf. Zo komen ze naar je toe? Nee, wij zoeken hun op. Hè. Okay. Wij krijgen, in het begin zijn wij gestart met gemiddelde verenigingen. Nu richten we ons ook steeds meer op risicoverenigingen. Dat weten we via de KNVB, onze samenwerkingspartner. En zij geven aan, we hebben een vereniging in een plaats, bijvoorbeeld in Utrecht, waar een eerste elftal senioren of een A1 elftal bijna uit de competitie wordt gezet vanwege wangedrag. Terwijl de jongens eigenlijk best graag gewoon willen blijven voetballen. Dus op het moment dat wij samen met zo'n bestuur bijvoorbeeld de keuze voorleggen, wat wil je? Wil je nou zo op deze voet doorgaan, waardoor je dadelijk als team wordt gewaarieerd? Of wil je met het aanbod van HALT KNVB een training gaan volgen, waardoor je misschien weer op een positieve manier kunt deel uitmaken van de competitie. Doen jullie dit soort training ook voor politici eigenlijk? Wat ik daar wel aan vraag, u zegt senioren, maar moet u ook werken met nog veel jongere spelers? Vanaf welke leeftijd komt u die agressie tegen? Wij verbazen ons bij HALT, bij Stichting HALT, ook door de strafbare feiten die bij ons komen voor de reguliere HALT-straffen. Dat steeds jongere kinderen dus in aanraking komen met kinderen. Kinderen echt, ja. Onze doelgroep is vanaf 12 jaar. Mm-hmm. Maar wij horen ook verhalen van al jongere kinderen dat ze al in aanraking komen met diefstallen, dat ze worden meegenomen op dievenpad, mishandelingen. Vergeet niet de zaken die gebeuren op het internet, hè? Dus bedreigingen. Mm-hmm. Sexting is op het moment een heel actueel thema natuurlijk, waarin men elkaar bedreigt, chanteert met ongewenst beeldmateriaal. Als ik het zo hoor, hebben jullie het probleem nog niet getackeld, hè? Er is nog een hoop te doen, of ja, niet? Gelukkig. Gelukkig? Wij kunnen vooruit, bedoel ik dan, te zeggen. Ja. Ja. Maar jullie doen bijvoorbeeld ook in de preventie. Bij RWB Waalwijk hebben jullie het afgelopen jaar het een en ander gedaan. In een poging om te voorkomen dat het zover komt. Wat doe je dan? Ja, dat is helemaal aan de voorkant. Bij RWB was vanaf het begin al duidelijk dat zij de aanspreekcultuur in de vereniging wilden bevorderen. Ze wilden leren hoe kunnen wij nou elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Nou, dan moet je een vereniging hebben en dan moet je op zoek gaan met elkaar naar het sociale kapitaal. Dus voor alle duidelijkheid, dit is niet zo'n agressieve vereniging, hè? Het is een gemiddelde vereniging met een gemiddelde populatie. Niks bijzonders. Hele positieve vrijwilligers. Mensen zijn heel erg betrokken en trots op hun vereniging en willen aan de slag. Nou, zijn we met elkaar de kernwaarden van de vereniging, wat ik zeg, hè, het sociale kapitaal gaan onderzoeken. En van daaruit hebben de jeugdspelers, de seniorenspelers, ouders en vrijwilligers uitgedaagd om daar concreet waarneembaar gedrag aan te koppelen. Je kunt wel zeggen, je moet je respectvol gedragen tijdens een wedstrijd, maar hoe ziet dat eruit? Hè? We willen graag dat spelers zelf weten. Als ik het veld op ga en ik wil laten zien dat ik respect heb voor de scheids of voor de tegenstander, dan kan ik dat door dit gedrag laten zien. Dus zet zelf die eerste stap. Nou, en dat is heel zinvol. En als je eenmaal zo'n sociaal kapitaal hebt wat voortkomt uit de geledingen zelf, is de kans dat men daar gemotiveerd mee aan de slag gaat, als je tenminste ook een systeem hebt om het met elkaar te bespreken, is dan best groot. Het is een beetje een cultuur. Het is een cultuur die je kunt kweken. Kweken en die kun je veroorzaken als HALT. En dat is wat jullie proberen dan. Doet u ook wel eens iets met ouders? Want ik begrijp dat er nog wel eens ouders aan de kant willen staan die toch wel een beetje de zaak, nou laat ik het even simpel zeggen, op zijn Brabants opfokken. Ja. Wat weer tot agressie leidt. Ja. Maar doet u
daar ook iets mee? Ja, dat is een hele goede vraag en terechte vraag. Ouders zijn echt ook een van de geledingen die wij nadrukkelijk ook willen horen in zo'n analyse, maar ook bij die cultuuroverdracht. Mm. En dat wij ook de ouders vragen van als jullie nou langs de, nou, even tussendoor, kinderen, jeugdspelers geven aan dat de meeste incidenten, spanningen op het veld, veroorzaakt worden door het gedrag van ouders langs de lijn. Dus daar moet je zijn. Dus daar moet je zijn, ja. Nou, we laten die ouders ook nadenken over die kernwaarden. Hè. Wat is nou, wat hoort nou bij de vereniging RBB? Respect, sportiviteit hebben ze genoemd, openheid, eerlijkheid, veiligheid. Gezelligheid. Gezelligheid ook. Het is ook een echte gezelligheidsvereniging uit Brabant. Maar hoe gedraag je je dan daarbij? Ja, dan proberen jullie die ouders te leren. Nou, zijn jullie werken, je zei net al, met de KNVB samen. Ja. Nou ken ik Stichting HALT, vroeger Bureau HALT, als, daar kon je een alternatieve straf krijgen. Niet persoonlijk hoor, overigens. Mm, oké, okay, gelukkig. Dat kon. Doen jullie dat nu ook voor die voetballetjes? Ja, er is dat is nog heel erg in een beginfase. De HALT-straf is onderzocht. Hè, en daar zijn een aantal zeer effectieve onderdelen in gebleken. Dat is bijvoorbeeld het aanbieden van excuses aan je slachtoffer, aan je benadeelde. Je kunt denken dat is slap, soft, maar het is voor een jongere ontzettend moeilijk om bijvoorbeeld iemand die geslagen heeft om daar naartoe te gaan en daar echt met de billen bloot te moeten. Nou, een aantal van de ingrediënten van de HALT-straf, zoals we die in de maatschappij uitvoeren, hebben we nu ook vertaald naar een interventie sport en gedrag, waarin we uiteindelijk er naartoe willen dat die jongeren die bijvoorbeeld door een strafbaar feit op het veld, wat normaal door het tuchtrecht wordt bestraft, dat wil zeggen een uitsluiting van een aantal wedstrijden of een boete, dat zij nu ook een keuze krijgen om voor een HALT-straf te gaan, samen met hun ouders daarbij betrokken. En dat kan bijvoorbeeld zijn excuses aanbieden, dat kan ook zijn lijn trekken in het weekend, het gras maaien, ik noem dat het kan, iets. Dat kan, dat kan. Om maar echt in de sfeer te blijven. Ja, nou de werkstraf als zodanig is minst effectief gebleken. Wat wel heel effectief is, is nogmaals die excuses aanbieden en een leeropdracht. En een leeropdracht is eigenlijk het ontdekken van zo'n speler die bijvoorbeeld heeft gespuugd naar de scheids of een tegenstander heeft geslagen. Wat voor type speler ben ik nu? En ben ik, maar moet je daar op een gegeven moment niet een lijn in trekken als er echt sprake is van zulke agressieve teams en zulke agressieve spelers, dat die ook gewoon op een voetbalveld helemaal niks meer te zoeken hebben, dat die niet meer voor de sport staan, maar echt gewoon om de boel te verzieken en die echt gewoon structureel van het veld te weren. Ja, dat gebeurt dus ook, hè? Maar dan ben je een paar stappen verder. Er zijn natuurlijk heel veel spelers die kun je, ik vind het een hele terechte vraag trouwens, er zijn veel spelers die een fout maken in die emotie waar ik het in het begin even over had. En van daaruit in de Nederlandse maatschappij toch nog een tweede kans opnieuw kunnen krijgen. We willen ze ook heel graag, en daar een ondersteunende gemeente ons ook, behouden voor de voetbalsport, maar ook voor alle andere sporten. Kijk, als je jongeren per direct na een aantal misdragingen van het veld of van de vereniging wegstuurt, dan belanden ze uiteindelijk op straat. Kortom, dat er ook agressieve clubs zijn, dus hele clubs die, waar echt de boel over het scheef gaat. Maar daar moet er op een gegeven moment echt worden gezegd van tot hier en niet verder. En je hebt niks meer in de voetballerij te zoeken. We moeten het hier belaten. Er zijn grenzen. We moeten het hier belaten. Ja, eens. Jan van Erp, dankjewel. Ja. Er is nog veel werk te doen in elk geval op dit terrein. Dat is wel duidelijk. Dankjewel. Ja.